Ja, Claudia de Breij en Onze Harmonie. Zo zie je maar hoe mooi muziek is. En dat iedereen, maar dan ook iedereen, op zijn manier een bijdrage kan leveren aan de cultuur. En onze cultuurbranche, dames en heren, die is zo ontzettend groot. Laten we dat vooral niet vergeten. Als je een comment wil achterlaten, misschien lees ik het zo meteen op. Dan kan je op de site naar het, het balkje gaan met Stem voor Cultuur. En als je daarop klikt, dan kan je een boodschap achterlaten. En dan kan ik je zo meteen misschien ook jouw boodschap lezen. Zoals bijvoorbeeld, ik zag net iets, een hele mooie ertussen, moet ik even voorlezen. Die kwam van Betty Paanakker. En die zegt, kunst is de dochter van vrijheid. Dat is toch mooi? Dat is heel mooi. Ilona Jonkman, of niet? Ja. Ja, dat is toch ook zo? Het is, ja, kunst is de dochter van vrijheid, vind ik echt een hele bijzondere. Jij bent hier vandaag namens het Nationale Theaterweekend. Ja, klopt. Vertel eens even, wat is het Nationale? Ik weet het natuurlijk, want ik ben zelf een keer ambassadeur geweest. Maar wat is het voor de mensen thuis? Een Nationaal Theaterweekend, dat vindt ieder jaar in het laatste weekend van januari plaats. En dat is inmiddels 5 jaar geleden gestart. Om ja, mensen kennis te laten maken met theater. En dan echt in de breedste zin van het woord. Mm-hmm. Dus om voornamelijk om nieuw publiek naar het theater te trekken. En daar doen inmiddels zo'n 80 theaters in Nederland aan mee. En dan kun je het laatste weekend van januari dus voor €10 naar theatervoorstelling. Dat is heel laagdrempelig. En theaters die organiseren daar van alles rondomheen. Allerlei randactiviteiten, van slapen in het theater tot een ijsbaan op het toneel, tot rondleidingen backstage. En zijn het dan verrassingsvoorstellingen die je krijgt? Of weet je waar je naartoe gaat als je kaartje koopt? Dat kan. De eerste periode worden kaarten als blind date verkocht. Dus dan weet je alleen het genre. En daarin zie je dat dan bestaand publiek uitdagender gaat kiezen. Die denkt, nou, ik vind cabaret leuk, dus ik ga voor cabaret en ik zie later wel welke artiest ik daarvoor terugkrijg. En meestal vanaf november, dan wordt de hele programmering bekend. En dan zie je dat, dan zie je ook een heel groot publiek wat normaal nooit naar het theater gaat. Die denkt, nou, voor €10 ga ik toch een keer een gokje wagen en een keer kennis mee maken. Ja. Heb je het zelf ook een keer gedaan om een nieuw genre te ontdekken? Ik heb afgelopen jaar gingen wij met een theatertaxi voor de campagne door Nederland. En toen heb ik ook zelf een voorstelling ontdekt waar ik normaal nooit naartoe zou zijn geweest. Wat was dat? Dat was ik ben de naam even kwijt. Alleen dat was een voorstelling met toneel. En normaal hou ik niet heel erg van toneel. En toen zat ik daar in de zaal. Ik ging daar toch naartoe. En achteraf dacht ik, wauw. Dit had ik niet verwacht en was ik enorm onder de indruk. En toen dacht ik, dit moet ik dus eigenlijk ook zelf vaker gaan doen. Ja, gewoon even op de Bonnefoy kijken, iets nieuws durven te ontdekken. Ja, je gaat toch heel vaak naar dingen wat goed in je comfortzone zit en wat goed voelt. En dat uitdagende stapje is echt wel eens leuk om te nemen. Ja. Nou, dan is het zo, jij werkt dus ook in de kunst- en cultuurbranche. Ja. Ook al ben je zelf geen, treed je niet op, je staat niet op het podium. Als je kijkt binnen jouw eigen omgeving, hoeveel collega's heb je die ook afhankelijk zijn van kunst en cultuur, maar dit niet op het podium staan? Nou, als ik kijk naar het theaterweekend, daar zijn we echt het hele jaar mee bezig. Mm-hmm. En dan zijn we nu bijvoorbeeld alweer druk bezig met de campagne voor het theaterweekend volgend jaar, als het door mag gaan. Dan denk ik dat we met zo'n team van 25 mensen daar een jaar lang aan werken. 25 man die dacht. En dat is alleen maar voor het theaterweekend. Dat is alleen maar voor het theaterweekend. En dan reken ik geen theaters mee, geen acteurs. Want die zijn er natuurlijk ook nog. Mm-hmm. Nee, echt alleen het kernteam die ervoor zorgt dat er een landelijke campagne is. Dat de theaters mee gaan doen. Dat mag ik met jou erbij dan 26 mensen erbij optellen? Dat mag, ja. Ja, dan gaan we dat zeker doen. Voordat ik je zo meteen ga vragen om ook je handtekening op het bord te zetten, want het is ook essentieel. We kijken nu wat er gaat gebeuren. We kunnen natuurlijk niet in een glazen bol kijken. Zijn jullie wel bezig met het theaterweekend van 2021? Ja, dat zijn we zeker. We hebben eigenlijk alle scenario's al bedacht van we gaan gewoon een normaal theaterweekend doen in januari. Maar ook van stel dat dat niet kan. We snappen ook heel goed dat daar op dit moment onzekerheid is bij de theaters en dat je een kaartprijs verlagen naar €10, dat het best een stap is om dat in deze tijd te gaan doen. Dus we zijn ook zeker aan het kijken van wat kunnen we dan wel doen om de theaters bijvoorbeeld te ondersteunen in een landelijke campagne. Moeten we eventueel theaterweekend helemaal naar voren halen om mensen weer dat drempeltje over te durven te laten gaan in september om toch weer theater naar binnen te gaan. Dus er liggen allerlei ideeën en we wachten een beetje op dat stukje perspectief. En dan wordt er een scenario van de plank getrokken. Nou, we gaan het allemaal volgen. We zijn heel benieuwd. En ik hoop echt oprecht
dat we in januari echt onder hele normale omstandigheden 2021 gewoon het theaterweekend kunnen doen. Want het is zo belangrijk voor de kunst dat mensen ook een keer iets anders zien en durven om die drempel over te gaan dat theater heet. Ja. Dankjewel Ilona, fijn dat je even hier was. Vergeet niet te tekenen voor. Graag zeker doen. Dankjewel. Jij tekent dus namens 26 mensen, hè? Ja. Oké. Okay. Dankjewel, hè.